Deze film van Garderen werd in juni 1968 opgenomen door de Blindenbond. We starten aan de Spulderweg. Henk Kieft is druk in zijn tuin. En zijn vrouw Willy komt ook eens even kijken. De vogels en deze jonge valkparkieten behoren toe aan Henk Lievestro. En zoals menig dorpsbewoner zijn er meer huisdieren bij hem te vinden. Dit is zijn vrouw Aartje Lievestro. De kinderen, Everdien en Henriette Bronkhorst, met op de achtergrond Cor van Middendorp. Marijke Hardeman, een landmeter, Bartus de Ruiter. Klopt het of klopt het niet bij deze landmeters? Het huis van Jan en Evert Bronkhorst. En hier de ouders van Bartus. Bartus en Jans de Ruiter. Kinderen van Kok. Kok was knecht bij Wouter Pul. Wincilias aan het werk. Willemien Hooyer, druk bezig met het ophangen van de was. De vrouw van Berend Beekhuizen vlucht naar binnen. Hier Berend Beekhuizen. En Andries Hooyer. Teus van Ommeren. En in deze kinderwagen ligt zijn dochter Gerda. Vrouw van Ommeren. En nog even de familie. We komen op het kruippad waar Gerrit van Milgen achter de kruiwagen loopt. Gerrie Blotenburg met haar neefje Johan de Bruin. En aan het grasmaaien is haar broer Henk Blotenburg. Mevrouw Schagen en de heer Schagen. Jan van de Hoorn. Dit van Middendorp. Slagerij Hardeman, waar nu Slagerij van de Kolk gevestigd is. Gerrit Boeven, tegenwoordig slager in Uddel. De zoon Henk Hardeman. En Aart Mulder op zoek in de diepvries. Nog even wat karbonaden afsnijden. En dit is een goede worst, nietwaar? Vindt Henks vrouw Marian. Henks moeder, Hent Hardeman.
Maak nog even wat gehakt. Bakkerij Zevenbergen. Fanny Zevenbergen aan de kassa. En hier Evert-Jan Zevenbergen, Evert-Jan van Oort de Bakker. Keetje Bakker. Cor Bakker. Met voor in het beeld de kinderen Wilma Bakker en Gert Hardeman. Op de plaats van de voormalige smidsen staat nu de winkel in textiel- en interieurverzorging van Gert en Tini Schuiteman. Op de fiets Corrie van Middendorp en Tony Kozijnsen. De winkel van W. Schuiteman, manufacturier. Hier is nu het schildersbedrijf van de Pol gevestigd. Vader Willem met zijn twee dochters Tini en Henny. Mevrouw van Nieuwenhuizen. Geert van Teus. Mevrouw Burger met enige familieleden. Het huis van Willem Mouw, tegenwoordig bewoond door Aalt van de Kolk. De winkel van Kees Waaienberg, waar Els druk staat te stofzuigen. Hier woonde vroeger de familie Grobbe, waar je vis kon krijgen. Harry Bronkhorst aan het schilderen. Geertje van Rijkjetten. Jet van de Pol. En Rijkjetten, jarenlang onze fietsenmaker in Garderen. Café-restaurant De Bonte Koe. Met Ab Boomhof achter de bar. Dochter Marian brengt de sorbets rond. En mevrouw Boomhof zorgt voor de koffie op het terras. Henk Bokhorst, Henk van Zoeren en Wim Burger bij de schietvereniging De Treffers. Gerard Schut en Sjaak Burger. Evert de Bruin en nogmaals Sjaak Burger richten het geweer. Natuurlijk krijg je van schieten een droge keel. En daar de schietvereniging haar locatie had in café-restaurant De Bonte Koe, was dat geen probleem. Janne Zwaaienberg overhandigt de beker aan Jan van Gies, oftewel Jan van de Hoorn. De Koningsweg. Wouter Bos van Groente- en Fruithandel Bos. Zijn buurvrouw Gerry van S. met een bezoekster. De kinderen Rini Kommer en Henk en Gert de Bruin.
Jan van Winkop in de tuin bezig met zijn dochter Gerda en zijn zoon Bert. Nogmaals de drie kinderen. Melis Schimmel. Zijn zoon Jacob Schimmel, bezig in zijn bloemisterij aan de Koningsweg. Hanna Schimmel, de vrouw van Jacob. Op deze plaats zit nu het hoveniersbedrijf van Albert Kloeseman. En Johan Schimmel maakt het nog eens even netjes. De dokter H.C. Borstraat. Met mevrouw van Winkel. De boekhandel van Keulen die daar gevestigd was. Mevrouw Bruistens. Afra Huibrechts. Joop en Bertus van Middendorp. Gert-Jan Heimgartner. Anita Heimgartner. En Albert van Middendorp. Zijn moeder Maart vlucht naar binnen. Betteke van Zijl. Gerard van Zijl. En Steven Boeven. D. van Middendorp met haar dochters Decia en Lydia. Greetje Koning. De Bakkerstraat met op de fiets de vader van Teus Bouwman. Mevrouw Burger. De winkel van de familie Schuiteman. Bakkerij Schuiteman. Tera Schuiteman doet haar klanten uitgeleiden. Transportbedrijf G. van de Kolk. Geertje van Milligen. Haar schoonmoeder Wous van Milligen. Greetje, de dochter van Arie de Bruin. Klaas Anijs.
en de familie van Veldhuizen. Steef Zevenbergen Jansen, Greetje Blijenberg en Jannie Broosie Zevenbergen, in augustus 1923 begon de Lichthoeve haar werk in Zandpoort. In 1942 wordt het huis daar op last van de Duitsers gesloten. Zo kwamen zuster Kuik en zuster Verkerk met 30 kinderen naar Garderen. Zonneland werd hun thuis, wat in de oorlog door de Duitsers in brand werd gestoken. Mei 1947 werd de eerste steen gelegd voor de herbouw van Zonneland. In oktober van datzelfde jaar neemt de vereniging De Lichthoeve haar derde huis in gebruik, Catharinashoeven, nu de Talmahoeve. In 1948 waren er even buiten Garderen een viertal huizen van de vereniging, namelijk Zonneland, Heidebloem, Catharinahoeven en Wittenberg. Het huis De Lichthoeve dateert van 1950. De Lichthoeve was er voor kinderen die vader of moeder door ziekte of dood moesten missen of om andere redenen geen thuis hadden. Het waren arme kinderen voor wie weinig of niets betaald kon worden. Het waren kinderen van alle gezinten. Nooit gaf een politieke of kerkelijke richting de doorslag bij de opname. In de beginjaren 80 bleek dat door bepalingen van overheidswegen het financieel niet langer haalbaar bleek om dit werk voort te zetten. Reden dat men in 1984 er een vakantieoord voor gehandicapten begon, beheerd door de stichting De Lichthoeve. In 1989 moest de stichting noodgedwongen ook hiermee haar werkzaamheden staken en werd het pand verkocht aan de hotelketen De Bilderberggroep. De vereniging De Lichthoeve is nu een vereniging in rusten. De stichting De Lichthoeve zet haar werk voort en steunt gezinnen met een gehandicapt kind financieel bij gezinsvakanties. De heer Koers, de administrateur. Gerda Blankenspoor met een paar kinderen. Huize de Buitenwoel, het Groene Kruisgebouw, Driekus de Boer die aan de overkant van het Groene Kruisgebouw woonde, het cafetaria annex café De Driesprong en Henk Bronkhorst, al jarenlang onze postbode in Garderen. Jan en vrouw van Milligen, kleinzoon Zaken van Milligen, Hans en Wim Kevelam, bouwbedrijf van Milligen, Heer Aard van Milligen aan het gras knippen, iedereen is reuze druk in zijn tuin. Hier Ali Morren aan het harken. Bea Heimgartner helpt een handje mee. Jannie Morren. De vrouw van Henk van Milligen maakt nog even schoon. En Willeke Top met de step. Juffrouw Kluit, allen wonen aan de Harderwijkerweg. De familie Houtkoper is bezig het huis te vergroten. Hier in beeld de heer Houtkoper. Bia Kommer met kleindochter Bianca Foppen. Wijnand de Ruiter.
vrouw van Jan van de Hoorn met enkele vakantiegasten. Greetje van Milgen. Het huis van de familie van Maurik, de boswachter. Café Stam. Paastam tapt een pilsje. Terwijl dochter Willy en zoon Anton toekijken. Bertha Stam Koning hielp altijd een handje mee in de zaak. Willy de Ruiter uit Speult. De jongste dochter Doris Stam. En enige stamgasten, Rinus van der Slik, Jan van Beek en Pietje Bronkhorst. De oude put aan de Maas en Hofstraat. En drogisterij Het Centrum aan de Dorpstraat. De drogisterij behoorde toe aan Sjaak Burger en Stijntje Bouw. Hier is Stijntje druk bezig een klant te helpen. Jenneke. En Stijnie van de Hoorn. Kleuterschool De Kinderkorf aan de Dr. H.C. Bosstraat. De hoofdleidster is Leni van der Brink. De kinderen hebben feest. Er is vast een juffrouwjarig, denk ik. Hier en daar noemen we eens een naam. Eddie van Beek. Juf Gerda Wittekamp. Erik van Middendorp. Bettina van der Pol en Maarten Bronkhorst. Henkie de Bruin. Ernst Bronkhorst. Gert Hardeman. En een zwaaiende Wim van Middendorp. Taco Kamman.
En een groot feest was het wel. De Prins Bernhardschool nog op zijn oude plekje aan de Dorpsstraat. Aria Bakkenes op de voorgrond. Ella Boeven. Ellie Mol. Dini Schuiteman. Janneke Zevenbergen in het midden. Maya Hoegen in Veluwse klederdracht. En meester De Greef, jarenlang hoofdonderwijzer van de Prins Bernhardschool. Meester van de Vlist, onderwijzer aan de Prins Bernhardschool, met als hobby oud-garderen. Even bokje springen, maar ach, Jaap Kevelan komt niet over deze hoge bok. Indiaan Hans Koning. Jan van Milligen met snor. En meerdere prachtig verklede kinderen. Ze gaan er echt even voor staan. Christian Lefevre. En onze clown, Conny van de Meijden. Driekus Bokhorst met zijn kleinzoons Niels en Henry. De gereformeerde kerk aan de Putterweg. Met daartegenover Kapsalon Tina. Voorheen de kruidenierswinkel van Aalt Wolbersen, oftewel Old van Teus. Vanaf 1977 heeft Henny van der Brink haar kapsalon Henriette hier gevestigd. Hotel Pension de Houtsnip was in 1968 eigendom van de familie Terbrugge. Marinus Franken was degene die er in 1950 een hotel pension van maakte,
wat toen achter de Kuil heette. De heer Treup nam het in 1960 over en noemde het toen de Houtsnip. Eind jaren 70 veranderde de toenmalige eigenaar, de heer Geurt, de naam in Achter de Kule en werd het een restaurant. In 1981 kwam het restaurant in bezit van Jan Osman. In 1987 krijgt Achter de Kule een nieuwe eigenaar, Klaas Samplonius en zijn vrouw Evelien Schuiteman. Het restaurant Samplonius, zo luidt de nieuwe naam, werd donderdag 2 april geopend. Mevrouw Terbrugge. De Dodenweg, tegenwoordig de Spulderbosweg geheten, met het huis van Bartus en Heintje Boeven. En daartegenover hotel-restaurant Het Spulderbos. Hotel Het Spulderbos werd gebouwd in 1934 met 9 kamers. Eigenaar was de heer G.H. Blanken, architect van beroep. Later overgenomen door familie Treur, werd in 1958 als klein familiepension overgenomen door de familie Bloemsma. Na aankoop van pand en gronden en na vele uitbreidingen hebben zij het hotel landelijk aanzien weten te geven. In 1964 werd het nieuwbouwgedeelte door burgemeester van Diepeningen geopend. Hotel Het Spulderbos is in Nederland het eerste, speciaal als conferentiehotel gebouwde bedrijf. Enige jaren later, uitreiking door de staatssecretaris van het eerste klassificatiebord voor de Nederlandse hotellerie. Landelijke pers, radio en tv besteden aandacht aan deze gebeurtenis, waardoor ook het dorp Garderen landelijke publiciteit krijgt. In 1979 is het hotelbedrijf overgegaan in handen van de Bilderberggroep. En onder de directievoering van de heer C.P. Hogeveen zijn sindsdien verdere uitbreidingen tot stand gekomen. Het hotel bevat nu 102 kamers, restaurants, 12 grote zalen, waar vooral conferenties en belangrijke vergaderingen kunnen worden gehouden, een squashbaan, een beautycenter, een zwembad en een bar. Het hotel, het grootste in de omgeving, is met zijn circa 50 personeelsleden een van de grote werkgevers van Garderen. Midden juni 1954 werd het CNV-vakantieoord de Talmahoeve geopend. Het hoofdgebouw kon 30 gasten herbergen, terwijl men bezig was met de bouw van 10 bungalows die tezamen 150 personen konden huisvesten. De beheerder was de heer E. Stel. Na de heer Stel kwam de heer Van Rossum als beheerder. In september 1981 opende de Talmahoeve haar nieuwe gebouwen, een nieuwe conferentiezaal, logiesgebouwen, ontvangst- en recreatieruimten.
De opening werd verricht door de beheerder, de heer A. Bos. Van 1962 tot 1989 had slagerij Schuiteman zijn zaak bij de molen De Hoop. De Nederlands Hervormde Kerk. Joost Heimguitner. Optocht georganiseerd door de Oranje Vereniging, voorafgegaan door de muziekvereniging TOG, tot ons genoegen. Gevolgd door de zangvereniging Sursum Corda. De kleuters van de kleuterschool De Kinderkorf op prachtig versierde wagens. Nettie Zevenbergen op de fiets en vele verklede kinderen van de Prins Bernhardschool. Mevrouw Bouw sluit de schoolstoet af. En hier nog jeugdleden van de voetbalvereniging De Veluwse Boys. En natuurlijk talrijke toeschouwers langs de kant van de weg. Wim van de Koot. Kee Kevelam. En nog vele anderen. Garderen 1968. Een dorp om in te leven.